Thijs, toen jij dat eerste doelpunt scoorde, ik denk nou het wordt 0-0. Ja, het was een lastige wedstrijd. We kwamen er in de eerste helft kwamen er totaal niet doorheen. Zij schieten voornamelijk alle ballen weg. Dus ja, dat is wel, dat maakt het lastig voetballen. En het veldje is ook niet helemaal... Nou, het veld ziet er prachtig uit, maar ik denk wel dat jullie ook heel veel slordigheden daardoor. Ja, absoluut. Maar ja, dat, op een gegeven moment wil je ook wat forceren natuurlijk, omdat je er zo moeilijk doorheen komt. Ja, dat gaat niet altijd even goed. En gelukkig, tweede helft kwam er meer ruimte. En, beschrijf het eerste doelpunt even. Eerste doelpunt. Ik kreeg het bal op de 16 ingespeeld van Tim Neuvel. En toen draaide ik open. Toen liep ik langs twee mannen. Toen schoot ik hem met links in de bovenhoek. Tweede doelpunt was wel makkelijk, hè? Ja, tweede doelpunt was wat makkelijker, ja. Toen was de verdediging van Hugo Boys een beetje weg. En toen kon ik hem zo in de korte hoek langs de keeper schuiven. Ja, de doelverdediging ging naar Groteman toe. En, en toen kwam die bal bij jou. Ja. En toen was het eigenlijk een kwestie van inlepelen. Ja, klopt. Dus dat kon ik hem makkelijk afmaken. Maar maken hun 2-1, dan dacht ik nou... Pff. Ja, toen werd het nog even spannend. Scheidsrechter die de hele tijd stilzetten. Dus het duurde maar en het duurde maar. Maar uiteindelijk toch de 3 punten gepakt. En daar ging het om vandaag. Ja, want anders hou je geen aansluiting op de bovenste. Want Medeblik stond op 20, VVS 46 op 20, West-Fries staat op 20. Ja, en dan denk ik, en SCW. Nou, ja. Het is SCW vandaag, die moet ook natuurlijk winnen. VVS 46 heeft al gewonnen van Howard. Ja, jullie moeten wel alles aan erbij zetten nu. Ja, we moeten weer flink aan de bak. Maar ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Ik denk, we zitten in een goede flow. Voor de winterstop ook niet veel verloren. Dus we moeten het gewoon ook tegen de sterke tegenstanders laten zien, zoals grashoppers. Blij dat Jotti Papa Melodolias toch wel doorgaat? Ja, weet je, we zijn ergens aan begonnen natuurlijk in de coronatijd. En daardoor hebben we weinig getraind, weinig wedstrijden gespeeld. En nu spelen we eindelijk, als het goed is, een heel seizoen. Dus ja, wie weet komen er mooie dingen uit voort. Ja, oude normaal komt weer. Ja, precies. Hey, succes. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel.